Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat alle documenten op zijn ministerie toegankelijk zijn en de media alle gewenste stukken onder ogen kan krijgen in het kader van transparantie. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman blijft erbij dat informatie die is verspreid over heraanbesteding van de herinrichting van het Hoogruitstraat niet op waarheid berust. Die beschuldigingen zijn niet terecht. En dat de IDB tot een bepaald besluit komt op advies is normaal, is gangbaar bij de aanbestedingen. Kijk, weet je wat ook speelt? Is dat, en dat ga ik eerlijk zeggen, we hebben openbaarheid van bestuur. Toen ik aantrad als minister heb ik gezegd in het parlement dat de aanbesteding opengegooid zullen worden, openbaar. Ik denk dat vele mensen moeite daarmee hebben. Openbaarheid van bestuur, openbaarheid van aanbestedingen kennen we vanaf 2020. Daarvoor kenden we het niet. Daarvoor kon je niets weten over een aanbesteding. Niemand was er. Er was geen minister die hier zou staan om vragen te beantwoorden. We hebben 10 ministers gehad, hebben we nooit informatie over projecten, want die waren niet openbaar. Dus je kon niets vragen aan niemand. Nu is er een verschil. Openbaarheid van bestuur. Dat betekent voor mij, dat heb ik vaker gezegd, bij mij is geen enkel document geheim. De minister benadrukt dat hij transparant beleid voert en vindt dat media die vragen hebben, wel kennis van het vakgebied op het ministerie moeten hebben, alvorens die vragen stellen. Mensen idiotige dingen doen en niet stilstaan bij de consequenties ervan. Toch? Dus voor ons is dit een normale zaak, is één drama die daar georganiseerd wordt. Toch? Waarschijnlijk opzettelijk of niet opzettelijk, maar goed, daarvoor ga ik een onderzoek plegen. Het is een normale zaak. U weet dat, laat me zeggen, toen het project begon, we aanbestedingen hebben gehad. En de eerste aanbesteding, als ik mij niet vergis, is ook heraanbesteed. Maar waar was die duivel toen? Dus je weet, ik heb een hekel aan selectiviteit. Als mensen iets willen doen, dan moeten ze consequent zijn in hun leven. En niet selectief. Noor Mohammed legt uit dat het project waarin de Van het Hoogruitstraat wordt gerehabiliteerd, drie fasen heeft en heel voorzichtig moet worden uitgevoerd om ongerief te voorkomen.